Hallo iedereen. Ik zie de eerste mensen binnendruppelen. Welkom op deze dinsdagmorgen. Mijn naam is Nelise van Citizen Lab en ik heet jullie van harte welkom op deze Citizen Lab webinar. En deze gaat over participatie van ambitieus beleid naar dagelijkse praktijk. De webinar van vandaag is een beetje anders dan normaal, want we hebben vandaag bureau Buurs in ons midden, die het overgrote gedeelte van de webinar host en presenteert. En bureau Buurs is een bureau voor communicatie, gebiedsmarketing en participatie. Dus zij zullen hun ervaringen en expertise vanmorgen met ons delen. En het zal een iets meer interactieve sessie worden dan normaal gesproken. Dus we zullen zeker wat vragen aan het publiek stellen en deze beantwoorden. Daar vertellen we straks meer over. We wachten nog even op de laatste mensen die binnenkomen. En dan gaan we zo beginnen. Dus voor de mensen die nieuw zijn in ons midden of net komen binnendrubbelen. Dit is dus de Citizen Lab webinar over participatie van ambitieus beleid naar dagelijkse praktijk. Het is een relevant thema in de context van de omgevingswet misschien en het net aflopen van de lokale verkiezingen. En in zijn algemeen natuurlijk, hè, van hoe kom je nou van participatievisie of nota naar de praktijk. En daar gaat vanochtend bureau Buurs van alles over vertellen. En bureau Buurs is een bureau voor communicatie, gebiedsmarketing en participatie. Dus zij zullen voor een goede 50 minuten alles vertellen over hun ervaring en expertise over dit thema. En terwijl de laatste mensen binnendruppelen, zal ik alvast vertellen wat de agenda is van vanmorgen. Dus we zullen eerst voor de nieuwe gemeentes en organisaties in ons midden even kort Citizen Lab en bureau Buurs introduceren en heel kort vertellen wat onze participatie tool is voor degenen die er nog niet bekend mee zijn. En dan gaan we voor een goede 50 minuten in op dus het hoofdthema van de webinar. Dus participatie van ambitieus beleid naar dagelijkse praktijk. En dan gaan we wat dieper in op verschillende thema's rondom dit hoofdthema. En worden er dus af en toe polls en vragen gesteld aan het publiek in ons midden. En dan hopelijk aan het eind is er nog een goede 5 of 10 minuten om de laatste vragen te beantwoorden. En onbeantwoorde vragen gaan we altijd nog ook per e-mail later behandelen. Een tip, als je vragen hebt tussendoor, dan kan dat. En dan kunnen die in de Q&A-functie gesteld worden. Dan hebben we ze makkelijk bij elkaar en kunnen we ze makkelijk beantwoorden. En hopelijk kunnen we tussentijds vragen ook beantwoorden als we het over een specifiek thema hebben. Dus brand vooral los met jullie vragen. Dat is altijd heel waardevol. Dus niet in de chatfunctie, maar in de Q&A-functie alsjeblieft. En dan gaan we beginnen. Dus allereerst een korte introductie. Dus ik ben Nelise van Citizen Lab Nederland. En hier in ons midden ook in een wit met blauwe trui hebben we mijn collega Lien, die Citizen Lab België vertegenwoordigt. En dan hebben we dus ook in ons midden bureau Buurs. We hebben Marinka van Vliet, zij is adjunct directeur en senior adviseur van bureau Buurs. En Marijke, senior adviseur van bureau Buurs. Marinka, zou je kort wat willen vertellen over bureau Buurs? Dat zou ik zo doen bij mijn presentatie. Dan kan ik er wat dieper op in. Maar ik denk dat jij je verhaal eerst even door. Ja, dan gaan we gelijk door. Dus heel even kort over Citizen Lab voordat we met de presentatie
beginnen. Dus Citizen Lab is een centraal participatieplatform of een website. En onze missie met deze participatietool is om burgerparticipatie en besluitvorming inclusiever te maken. Dus dat meer verschillende groepen mensen mee kunnen denken op een manier en tijd die hun schikt. Dat burgerparticipatie echt iets constants wordt. Dus dat er een continue dialoog tussen bijvoorbeeld gemeente en burger of organisatie en burger ontstaat. Waar mensen constant dus een gesprek kunnen beginnen of door kunnen gaan met gesprekken. En dat burgerparticipatie meer strategisch wordt. Dus dat er echt hypotheses gevalideerd worden en dat er datagedreven beslissingen worden gemaakt op basis van burgerinput. En als we nu even kijken van hoe de tool nou werkt voor gemeentes of organisaties versus de burger. Dus voor een gemeente of organisatie is het dus een participatiewebsite waar je al je verschillende participatieprojecten op presenteert en verschillende groepen burgers betrekt om mee te denken. Dat is aan de voorkant, hè. Burgers kunnen dus meelezen en meedoen. En aan de achterkant van de website als beheerder kun je dus makkelijk je verschillende projecten aanmaken, gesprekken modereren en samenwerken met je collega's om dus de juiste input te verkrijgen allereerst. En met de rapportagesoftware aan de achterkant kan je dus ook makkelijk datagedreven beslissingen maken. Dat is hoe een beheerder zeg maar, het platform gebruikt. Hoe het werkt voor gebruikers is dat zij allereerst mee kunnen lezen met projecten, vragen erover kunnen stellen of gewoon zich op de hoogte kunnen voelen. Dat is natuurlijk al een lichte vorm van participatie. Maar de tool is echt bedoeld natuurlijk om mensen actief te laten meedenken. Er zijn 10 verschillende participatiemethodes zitten in de tool, van enquêtes tot polls tot echt live workshops doen samen. En de burgers kunnen dus makkelijk op een manier die hun schikt hun ideeën en input delen over de projecten die een gemeente of organisatie begint. En daarnaast kunnen ook burgers ten alle tijde zelf hun voorstellen indienen die misschien naast de projecten vallen. Dus over andere onderwerpen. Om zo onderwerpen die voor hen belangrijk zijn ook te agenderen en daarop door te gaan. Dus dat was even heel kort over Citizen Lab. Vandaag gaan we dus meer de aandacht richten over participatie en in de brede zin van het woord. En daar zal Bureau Buurses meer over gaan vertellen. En dan ga ik nu stoppen met mijn scherm delen en dan zal Bureau Buurs dat gaan doen. Ja, dankjewel. Ik open mijn presentatie. Zo zichtbaar voor jullie allemaal? Ja. Ja. Nou, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Marinka van Vliet van Bureau Buurs. En zoals Nelies al zei, ben ik adjunct directeur en senior adviseur bij Bureau Buurs. En ik hou me al lange tijd bezig met participatie, burgerparticipatietrajecten. En dan zowel de strategie als de uitvoering in de praktijk. Dus echt de bewonersavonden begeleiden tot aan enquêtes uitzetten en ook bijvoorbeeld zo'n platform inzetten. Vandaag gaan we het hebben over ambitieus beleid naar dagelijkse praktijk. Dus daar komt die kennis mooi van pas. Bureau Buurs. Wij zijn dus een bureau in Amsterdam-Noord. En we doen zowel gebiedsmarketing, citymarketing trajecten als communicatie en participatie. En de laatste tak die we daaraan toegevoegd hebben is gedragsverandering. Ook echt kijken hoe gedragen mensen zich en hoe kan je daar dan weer je communicatie en je participatie op afstemmen. Zoals ik zei, strategie en uitvoering. Dus we doen ook echt middelen en acties en ook creatieve campagnes. We werken door heel het land. Dus niet alleen in Amsterdam en omstreken, af en toe ook in België. Maar je kan ons overal vinden. Nou, en we doen dat met wel wat methodieken en ook publicaties. Hier zie je er een aantal voor je. En dat gaat ook over gebiedsmarketing. Maar
ook over participatie. En daar is de burger is ook een wens een belangrijke, waar we vertellen over gestructureerd organiseren van de participatie en ook het werken met belevingswerelden. Dus echt diepen in de doelgroep. En daar gaan we straks ook wat meer over vertellen. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik eerst wel even benieuwd wie er in de zaal zit. En dat doen we door middel van een polvraag vanuit Zoom. En daar kan je aangeven waar voor wat voor organisatie je werkt. Is dat een gemeente of een corporatie? Misschien een ontwikkelaar? Of bent u bewoner of werkt u voor of zet u zich in voor een bewonersorganisatie, onderwijsinstelling? Werkt u voor een adviesbureau of zit het hier niet bij? En kunt u overige aangeven? Dan ben ik even benieuwd. Ja, we wachten even op de laatste mensen die een antwoord geven. We hebben er 31. Oké, als je nog geen antwoord hebt gegeven, doe dat nu. En dan gaan we de poll zo sluiten. En dan zal ik de antwoorden publiceren. Kijk eens. Nou, meer dan de helft is afkomstig van een gemeente. Wat woningcorporatie, ontwikkelaar. Ook bewonersorganisatie, hartstikke leuk dat die er ook zijn. Onderwijs- en adviesbureau. Toch aardig wat overig. Nou, dus er kunnen ook nog de regionale overheden in zitten of Rijk. Nou, zet anders even in de chat als je wil zeggen waar u van bent en ja, waarom u hier ook bent. Maar goed om dat beeld te hebben. En ik hoorde ook dat er zowel gemeenten uit Nederland als uit België zijn. Dus daar probeer ik ook een beetje met de thematiek rekening mee te houden. Want een van die dingen is bijvoorbeeld trends en ambitie die we zien. En de omgevingswet, zoals Nelise dat al noemde, die in Nederland belangrijk is. Die is voor de Belgische gemeente minder belangrijk. Maar we zien dat aan. Wat we verder aan de orde krijgen is dus de ambitie en trends die we zien. Dan gaan we in op hoe kun je nou die participatie gestructureerd organiseren. We zoomen in op de inzet van belevingswerelden. En dan gaan we naar een aantal praktische vragen van hoe kan je nou van die ambitie naar je dagelijkse praktijk, waar we deze vragen beantwoorden. Wanneer je begint, wat is nou een goed participatieniveau? Hoe bereik je nou ook de moeilijke doelgroepen? Hoe ga je om met weerstand? En ja, hoe doe je dat nou intern in je organisatie en je collega's? Hoe help je die? Dus dat komt aan de orde. En aan het eind hoop ik dat jullie allemaal geïnspireerd zijn en ook aan de slag kunnen met de tips die we jullie geven. Tussendoor zijn Elise ook al, hè, kunnen jullie vragen in de Q&A zetten. Die houden we bij. We zullen ze niet elke keer tussendoor, maar na blokjes zullen we die behandelen. Dus schroom niet om je vraag daarin te zetten. Nou, we beginnen met ambities en trends. Eerst even de ambities. We zien dat participatie wordt steeds belangrijker en ook de ambities worden steeds groter. Hè? Niet alleen in de omgevingswet wordt aangegeven, participatie is van belang. Maar ook steeds meer mensen willen zich gewoon bemoeien met de omgeving. Ze willen meer zeggenschap over hun eigen omgeving. En de ambities die daarbij horen, die wij horen, zijn wel van hè, begin nou zo vroeg mogelijk. Start meteen met de participatie. En ook betrek iedereen. Hè? We moeten iedereen bereiken. Ook de mensen die we vaak niet zien, die stille meerderheid, die willen we graag. Maar het moet ook allemaal heel transparant en duidelijk zijn. Een zo hoog mogelijk participatieniveau wordt ook gezegd. Hè? Dus geef die participanten zoveel mogelijk ruimte. Laat ze zelfs ook mee beslissen in je project. En ook overweeg participatie bij alle ruimtelijke projecten die je doet. Nou, dat is nogal een opgave. Hè. We zien dat veel colleges van de gemeente en ook de gemeenteraden hoge ambities hebben. En dat ook vragen van hun organisatie. Ja, en hoe doe je dat dan? Eerst even een vraag weer aan jullie. Welke participatieambitie ervaar jij als de grootste uitdaging in je dagelijkse praktijk? En dat kan dan dus met de voorgegeven categorieën. En dat zijn vroegtijdige participatie.
alle belanghebbenden bereiken. Zo hoog mogelijk op de participatieladder. Iedereen meekrijgen. Draagvlak verkrijgen. Ja. Oké, we wachten weer eventjes op de laatste mensen. En ook hier, als het er niet tussen zit, laat het weten in de chat. Dan zijn we benieuwd naar jullie grootste uitdaging. Oké, ik ga de resultaten lanceren. Kijk, vroegtijdige participatie 10%, dan alle belanghebbenden bereiken. Dus staat hier 45%, dat is de grootste uitdaging voor het grootste deel. Dan zo hoog mogelijk op die ladder komen, hè, naar dat meebeslissen en ook iedereen meekrijgen. Ja. Mooi om te zien. Ik weet niet, is er in de chat, zijn er veel andere antwoorden gegeven? Kunnen we dat zien? Geen antwoorden, maar wel vragen al. Dus ik weet niet of je die voor straks wil bewaren of dat je daar nu al even op wil ingaan. Nou ja, als het helpt om mensen een beetje verder te helpen, dan kan dat nu tussendoor. Nou, er is bijvoorbeeld een vraag over een burgerberaad en of wij daar ervaring mee hebben. Deze vorm van bestuurlijke vernieuwing. Ja, nou dat is inderdaad een vergaande vorm van participatie, hè? Zo'n burgerberaad. En die zijn we inderdaad tegengekomen. En we hebben geen ervaring met de uitvoering ervan, want dat vergt heel veel inzet en capaciteit en ook expertise om dat op een goede manier te doen. We kennen wel de partijen die dat doen en we helpen wel met de voorbereiding ervan. Want voordat je zo'n vorm inzet, moet je gewoon heel goed kijken. Van, heb je wel die ruimte eigenlijk om dat te doen? En heb je ook wel de capaciteit en de middelen om dat in te zetten? En dus daar geldt ook bezint eer gebegint. Het is een hele mooie vorm, maar hij is wel voor bepaalde doeleinden. En zullen we straks ook zien waar je nog meer aan moet denken als je zo'n participatievorm inzet. En Marienke, er zijn ook al wat andere uitdagingen binnengekomen. Dat zijn het bereiken van laaggeletterden, dus de minder mondige burger. En ook een uitdaging is medewerkers van gemeenten en netwerkpartners beter krijgen. Ja. Dus dat die voor die ook participatie wat meer vanzelfsprekend wordt. Ja, klopt. Ja, die uitdaging, het is niet alleen maar om participanten te bereiken, maar ook je collega's van jouw eigen organisatie of andere organisaties. Dat zijn eigenlijk ook allemaal belanghebbenden in zo'n participatietraject. Dus aan het eind komen we ook nog even op hoe kun je nou de rest van je organisatie meekrijgen. Het is echt wel een proces van lange adem om ook te leren hoe je die participatie doet en ook gewoon mee te oefenen. En gewoon doen is wel heel erg belangrijk. En dat de laaggeletterden, ja, dat is een hele belangrijke uitdaging waar we vooral de laatste tijd heel veel tegenaan lopen. En daar zijn we ook, toevallig vanmiddag hebben we daar een kennissessie ook over. Van hoe bereik je nou die laaggeletterden? Wat moet je dan eigenlijk doen? Dat is niet zomaar een stille meerderheid, maar ook nog eens even eentje waar je wel iets extra voor moet. Dus dat is zeker een aandachtspunt. En dat is ook voor onze kennis voor gedragsverandering. En hoe bereik je die dan, zetten we daar ook in. Een heel belangrijk punt. Ja. Nou, mooi om te zien inderdaad, die uitdagingen. Nou, we proberen daar natuurlijk handvat voor te geven. En ik wil eerst even met jullie naar de trends die we zien. Want ja, die samenleving die wordt steeds complexer en diverser. En we zien ook steeds meer dat groepen tegenover elkaar komen te staan. En dat is dus polarisatie. Maar hoe voorkom je dat nou? En hoe kan je nou zorgen dat die stille meerderheid niet uit elkaar komt te staan, maar veel meer ook verbonden wordt? En dus dit zijn echt opgaven van de laatste tijd, die complexere, diversere samenleving te betrekken, te bereiken. Dan hebben we ook mondige bewoners. Gehoord van, we hebben steeds meer te maken met steeds mondigere inwoners, die ook allemaal met op hun eigen belang eigenlijk deelnemen aan zo'n participatietraject. Dat noemen we het NIMBY, dat is Not in My Backyard. We willen die windmolen of die zonnevelden niet.
En vanuit die houding ook meedoen aan participatie. Ja, kan best lastig zijn, maar het kan ook waardevol zijn, hè, om wel belangen vanuit de omgeving goed te horen en mee te nemen. Maar het is in ieder geval een trend. Ook ja, toch vergrotende wantrouwen richting overheid, maar ook richting ontwikkelaars, corporaties, degene die de participatie organiseren. En waardoor je al met 1-0 achter staat als je zo'n participatietraject begint. Doordat er eigenlijk wantrouwen is van, en neem je het wel serieus? Ga je echt wel wat doen met die participatie? Is het niet voor de bühne? Horen we ook vaak. Nou, hoe ga je daarmee om? Dan digitalisering, ook een hele belangrijke. Niet alleen door corona, maar ook door gewoon sowieso een trend die we zien. Dat er steeds meer digitaal wordt gedaan. Hè? Dus op platformen, via enquêtes, maar ook digitale bijeenkomsten. Dat heeft voor- en nadelen. We zien veel meer andere soorten participanten. Hè? Dus je bereikt dus een bepaalde groep juist wel. Bijvoorbeeld de drukke ouders die wel tijd hebben om een digitale bijeenkomst te doen. En niet naar een zaaltje gaan. Maar de nadelen zijn dat we de grote groep, hè, meer de digibeten, niet meer bereiken. En nou, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat je daar toch wel bereikt hebt? En nou ja, dat is een belangrijke uitdaging. En als laatste, in Nederland zien we dat heel erg, hè, die druk op woningbouwprojecten. Er moet enorm veel worden gebouwd. Er moet snelheid worden gemaakt. We hebben last van weerstand, maar hoe kon je er nou zorgen dat er toch snelheid in blijft? En, maar tegelijkertijd niet projecten erdoor worden geduwd waar geen draagvlak is. Dus dit zijn de trends die we zien en nou ja, waar we mee aan de slag gaan. Eerst even participatie, wat verstaan we nou eigenlijk onder? Hè? Dus we weten allemaal ongeveer wat het is. Ik volg hier even de definitie van de omgevingswet en dat is het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. Nou, het is best wel breed, hè? En vroegtijdig stadium, wat is dat dan? Daar gaan we ook naar kijken van wat is dan vroeg en wat is nou handig? Ja, belanghebbenden, wie zijn dat dan? En de wet staat eigenlijk niet alleen bewoners of omwonenden, maar ook stakeholders, andere overheden, ketenpartners. Interne organisatie, die moet je allemaal meenemen in het proces van besluitvorming over project of activiteit. En dat kan natuurlijk ook van alles zijn, hè? Van beleid tot aan een ruimtelijk project. Dus het is een redelijk grote containerbegrip. En we merken ook in de praktijk, hè, als je een participatie organiseert, dat er heel veel verschillende verwachtingen over zijn. Mensen zeggen, ja, maar dit is toch geen participatie? Hè, nu is de participatie mislukt. Hè? En waar baseren ze dat dan op? Dus dat geeft al aan dat het heel belangrijk is om vooraf goed dat te definiëren. Wat verstaan we eronder? En ook, wat willen we ermee bereiken? He, dus participatie kan verschillende doelstellingen hebben. Bijvoorbeeld betere plannen, samen tot betere plannen komen. Of producten, of betere uitvoering. Een beter besluitvormingsproces, zorgvuldiger proces. Het kan ook zijn dat je het draagvlak wil vergroten voor een ontwikkeling of voor een vernieuwing. Of de sociale cohesie wil verbeteren. Hè? Dus echt de verbinding tussen mensen en partijen. Het kan ook zijn dat je bewustwording wil creëren voor beleidsthema's. Zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Of dat soort lastige thema's. Dat kan je een doelstelling zijn voor je participatie. Of meerdere doelstellingen tegelijk. Maar we hebben het vooral over wat voor jouw traject een belangrijk doel is. Zodat je dat ook kan communiceren en dat mensen ook weten. Waarvoor doen we eigenlijk die participatie? En participatie en inspraak hoor je vaak. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen die twee? Wij zeggen, kijk, participatie is echt meedenken, meedoen. Op een vroegtijdig moment in de beleids- of in de planvorming. En je kan het ook wel wat informeel noemen. Het is niet een formele juridische procedure die je volgt. En dat is eigenlijk inspraak wel. Daar kan je zien van, daar worden de zienswijzen ingediend, of inspraakreacties. En dat is vaak een juridisch vormgegeven traject. En dat zit veel meer richting die besluitvorming. Hè, toetsend voorafgaan, de definitieve besluitvorming. En wat je bij participatie dus altijd goed voor ogen moet hebben, is dat inspraak altijd nog mogelijk is na zo'n heel participatietraject. Hè. Het vervangt het niet.
Participatie vervangt niet de inspraak. Het is echt een aanvulling erop. Marinka, je sluit wel een opmerking op aan in de chat. Zegt iemand van, wat ik vooral merk is dat burgers zich vaak te laat realiseren. Dat ze te laat instappen in het proces. Die bewustwording is er pas als het besluit al is genomen. Dus ze zien de noodzaak nog niet in om mee te doen. Nou, aan de participatie denk ik ook niet, maar ook niet aan de inspraakrondes. Ja, dat is ondanks dat je van alles doet en van alles organiseert. En toch, daar zul je altijd rekening mee moeten houden dat er mensen zijn die pas wakker worden als het concreet wordt. Hè? Maar je moet in ieder geval er alles aan doen om die mensen te bereiken. Maar je zal altijd houden dat mensen het zich niet bewust zijn inderdaad van dat het hen raakt. Maar betekent wel dat je je daarin moet verdiepen. Hè? En gaan kijken of met welke mensen heb ik te maken. Wat zou hun eventueel tegenhouden? Kan ik verschillende middelen inzetten? En Marijke, jij gaat daar straks ook nog even op in. Hè, van, hoe kan je verschillende doelgroepen eigenlijk goed bereiken? Ook dit soort mensen die het misschien niet zo interessant vinden. Zo'n participatietraject. Ja. Dan nog even mijn laatste sheet. Deze gaat over hoe je nou gestructureerd je participatie aanpakt. En wat ik net al zei, bezint eerder begint. Heel veel gaat nu over van, ja, we willen participatie, dus we gaan vormen bedenken. Bijvoorbeeld een burgerberaad of we gaan een digitaal platform inrichten. Maar we zeggen, en dat zeggen jullie bij Citizen Lab eigenlijk ook, denk heel goed na over hoe je het inzet en waarvoor. Want alleen dan is het ook effectief en efficiënt. En dat begint met te kijken naar je participatieruimte. En dat is eigenlijk een belangrijke randvoorwaarde van, is er voor dit project of het traject wel voldoende capaciteit en ook geld, maar en ook participatieruimte om participatie te gaan doen. En je kan maar beter duidelijk zijn van, maar we hebben eigenlijk geen tijd of geld of ruimte in de plannen om hier nog participatie te doen, dan dat je dat helemaal gaat optuigen en vervolgens er niks mee kan doen omdat je daar te weinig tijd of geld of ruimte voor hebt. Dus dat is wel een hele belangrijke en daar moet je ook de verwachtingen over managen. En kijk ook naar de problematiek die voor ligt. Is die wel geschikt voor participatie? Is het niet te abstract of te ver van het bed? Kun je dat concreter maken? Of kun je het zo faseren dat je het wel geschikt maakt voor participatie en bepaalde vragen voorlegt. En als laatste, helderheid in doelgroepen en belevingswerelden. Weet heel goed met wat voor participanten, bewoners, stakeholders je te maken hebt. En wij zeggen dan, kijk ook vooral heel goed naar de belevingswerelden van mensen. Wat vinden zij belangrijk? Hoe willen zij betrokken worden? Hoe willen ze dat er wordt gecommuniceerd? En dat zit in de belevingswerelden. En daar gaat Marijke zo meer over vertellen. Als er niet nog vragen zijn tussendoor. Dus dan pak ik die nog even mee. Er is nog, maar daar komen we natuurlijk zo ook nog op terug. Van, ik mis nog als doelstelling de co-productie. Ja, als doel op zich om samen aan de slag te gaan. Maar dan vraag ik me wel af, co-productie. Is dan uiteindelijk het doel om een betere product te maken? Hè, of een beter plan? Of bijvoorbeeld de relatie te verbeteren? Ik vind co-productie ook niet een doel op zich. Hè, dus uiteindelijk moet je wel voor ogen hebben, wat willen we daarmee bereiken? Ja. Oké. Okay. Ja, dan ga ik naar de belevingswerelden. Ja. Goedemorgen iedereen. Marijke Manson, senior adviseur bij Bureau Beurs. Ik ga jullie iets vertellen over belevingswerelden en hoe die je kunnen helpen bij het bepalen van je participatieaanpak. En ook bij een aantal van bovengenoemde uitdagingen. Er zijn meerdere belevingswereldmodellen of leefstijlen, zoals zij ook wel worden genoemd. Wij werken met het BSR-model. En dat is het belevingswereldenmodel van Market Response. Wij vinden dit het eenvoudigste model en daardoor is het ook veel makkelijker toe te passen in de praktijk. De basis van dit model zijn vier belevingswerelden.
En het idee is dat iedere inwoner van Nederland en ook in België in een van deze belevingswerelden is in te delen. We hebben de rode belevingswerelden. Dat zijn assertieve en energieke mensen. Belangrijke waarden van hun zijn bijvoorbeeld vrijheid, eigenzinnigheid en genieten van het leven. En een belangrijke drijfveer in het leven is vitaliteit, dus levendigheid opzoeken. Nou, daarnaast heb je de gele belevingswerelden. Dit zijn sociale open mensen. Belangrijke waarden voor hun zijn die sociale verbondenheid, spontaniteit, maar ook eerlijk zijn. En hun drijfveer is vaak om de harmonie te bewaren, om daar op zoek naar te gaan. Daaronder staan de groene belevingswereld. Dat zijn wat meer serieuze, bedachtzame en nuchtere mensen. Waarden voor hun zijn veiligheid, geborgenheid. Zijn ook wat meer behoudend vaak. En hun drijfveer in het leven is vooral dat ze toch op zoek zijn naar bescherming. Nou, de laatste, dat zijn de blauwe doelgroep of de blauwe belevingswereld. Dat zijn ambitieuze, dynamische mensen. Belangrijke waarden voor hun zijn onafhankelijkheid, zijn ook wat materialistischer en exclusiviteit. En de belangrijkste drijfveer in hun leven is om controle te houden. Nou, market response heeft voor iedereen in Nederland kunnen ze indelen in een van deze vier groepen. En dat doen ze op basis van allerlei gegevens en onderzoeken. En voor Nederland komt dit er dan uit. En wat hier opvalt is dat in Nederland vooral veel de gele en de groene wereld, dat die heel goed zijn vertegenwoordigd. Dat maakt de grootste doelgroep uit. Dus veel mensen, die zitten ook aan de groepsgeoriënteerde kant, die zijn gericht op de groep. En zijn ook mensen die sociaal zijn en ook meer zich richten op de buurt, op de familie, de omgeving. Nou, en dan hebben ze ook voor België. In België is het iets anders. Dat zie je al. En de grootste verandering zit daar in het gele. Daar zijn, je zou kunnen zeggen, veel minder gezellige mensen. Maar daartegenover staat dat rood weer wat groter is. Dus er zijn wel weer wat meer eigenzinnige mensen. En wat ook opvalt, is dat die groene doelgroep daar groter is. Dus tegenover die eigenzinnige mensen die houden van creativiteit en vrijheid, zijn er wat meer de behoudende en traditionele mensen. Nou, wat kun je hier nou mee in de participatie en communicatie? Even een heel kort voorbeeldje. Als je kijkt bijvoorbeeld naar type bijeenkomsten of de manier waarop ze mee willen denken, nou, dan spreekt voor rood de mensen die houden van creativiteit, vrijheid, vitaliteit, een creatieve sessie of een brainstorm heel erg aan. Want die willen zich natuurlijk, die hebben behoefte aan zelfexpressie, dus die willen zich laten zien en hun ideeën laten zien. Voor geel is een wijkfeest veel leuker, want dan kunnen ze hun kinderen meenemen, ze kunnen de buren ontmoeten en het heeft een veel informele karakter. Nou, groen is niet zo erg naar buiten gericht, dus die heeft liever één op één gesprekken. Dat vinden ze ook wat veiliger, want dan hoort ook niemand wat ze zeggen. Maar dan kunnen ze gewoon één op één in gesprek gaan met iemand van een gemeente of een corporatie. En als het dan een bijeenkomst moet zijn, nou dan liever een inloopbijeenkomst. Want daar kan je ook gewoon wat meer anoniem in gesprek gaan met mensen. Nou, blauw, voor blauw is gewoon efficiëntie belangrijk. Zij vinden het wel ook heel fijn als er deskundigen zijn. Dus een expertmeeting is voor hun wel interessant en daar komen ze dan ook af. Maar voor die efficiëntie zie je ze ook vaak, nou, doe mij maar een online enquête of zo'n platform, want daar is ook alle informatie op te vinden. Dus dat vinden zij een heel fijn middel om mee te werken. Nou, qua communicatiemiddelen, dan zie je bij rood ook, die willen het een beetje spannend en ludiek. Dus een pop-up actie of een viral campaign is voor hun zijn interessante middelen. Blauw is ook inderdaad die online platform, een digitale nieuwsbrief. Want ze willen het gewoon efficiënt, geen papierverkwisting, gewoon snel. Dus een direct mail is ook prima. Nou, bij geel zie je meer
dat ze zoeken naar de wat gezelligere middelen waar ze ook buren kunnen ontmoeten, zoals een Facebookgroep, of waar je een beetje om kan lachen, zo'n filmpje op YouTube, of een wijkkrantje gewoon in de bus. En als laatste, groen, is dus ja, de wat serieuzere persoonlijke brief. Dat is voor hun een fijn middel. En ook een persoonlijk aanspreekpunt, bijvoorbeeld in de wijk waar ze naartoe kunnen gaan op bepaalde uren. En een huis-aan-huisbrand waar je het nog eens kan nalezen. Nou, dit is even in een hele kleine notendop de introductie in de belevingswerelden. Ja, een hele kleine notendop inderdaad, want wij geven hier ook wel 1- en 2-daagse cursussen over. Dus er zit nog een hele wereld achter. Nou, daar hebben we nu natuurlijk geen tijd voor. Maar ik kan wel met behulp van die belevingswerelden wat meer van die uitdagingen en kwesties die we hier eerder hebben genoemd, beantwoorden. Van hoe ga je daar dan mee om en hoe kun je daar die belevingswerelden bij gebruiken? Bijvoorbeeld bij de vraag, wanneer begin je nou met participatie? He, je wilt natuurlijk dat zo in een vroeg stadium doen, maar hoe doe je dat dan? Want dat is ook heel verschillend per belevingswereld. Dus bijvoorbeeld rode mensen, ja, die vinden het enig om vanuit scratch af aan mee te denken. Dus als er nog helemaal niks ligt, nou, dan moet je rode mensen hebben om met je mee te gaan denken. Want die hebben hun eigen ideeën, die vinden dat ook leuk. Dus die komen dan met allerlei ontwerpen of plannen en die kun je heel goed meenemen in het begin van het traject als er nog niet zoveel ligt. Heel anders is geel, die heeft iets van, nou, als er nog niks ligt, dan vind ik het ook moeilijk om zelf iets te verzinnen. Dus die gaat liever toetsen van wat er al ligt. Dus als je al wat ontwerpen hebt of wat plannen, nou, dan wil geel best daarover meedenken en input leveren. Iets vergelijkbaars geldt ook voor groen. Zij willen ook wat meer formeel en dat er al plannen liggen, maar dat ze daar wel over kunnen meedenken. Maar ook dat ze gehoord worden. Dus dat zij moeten het gevoel hebben van, oh, mensen luisteren echt naar wat wij ervan vinden en welke bezwaren we eventueel hebben. Nou, blauw is, wil ook wel vrij aan het begin, maar die wil wel dat er al goed over is nagedacht door bijvoorbeeld de gemeente of een corporatie of een ontwikkelaar. Dus die willen best vroeg in het traject meedenken, maar dan wel met deskundigen en experts, zodat ze ook op gelijkwaardig niveau met ze in gesprek kunnen gaan. Nou, een tweede vraag natuurlijk van wat is nou een goed participatieniveau? Nou, jullie kennen misschien allemaal wel de participatieladder. Die komt hierna. Ja, en die participatieladder die begint helemaal onderin met informeren. Nou, dan kan je af en af vragen, is dat participatie? Want dat is natuurlijk heel zendergericht. En als hoogste treden heb je co-produceren en meebeslissen. Ja, en dan wil ik graag jullie een stelling voorleggen. Van, wil je aangeven of je eens of oneens bent met de stelling van hoe hoger op de ladder, hoe beter de participatie. Ja, wacht op de laatste mensen. We zijn bijna daar. Ja. Dan ga ik de poll sluiten en lanceren. Er is inderdaad een klein gedeelte is het daarmee eens, maar het gros is er mee oneens. Nou, wij zijn het ook meer mee oneens, want het hangt er helemaal van af. Kijk eerst even weer naar de belevingswerelden. Zo. En dan hebben we weer hetzelfde schemaatje. Want dan zie je ook dat mensen met een rode belevingswereld, die vinden het inderdaad heel leuk om mee te ontwerpen en ook mee te beslissen. En dan ook uit die waarde van vrijheid en onafhankelijkheid. En ook vanuit creativiteit. Dus die willen dat wel graag. Bij geel is het iets minder.
Want die vinden dat dan, denken ze van ja, als wij dat zelf moeten beslissen, misschien ontstaat er dan oneenigheid in de groep en kiezen we dan wel het beste. Dus die gaan vanuit dat groepsgevoel en dat zoeken naar harmonie, vinden ze dat minder fijn. Iets vergelijkbaars geldt voor groen, maar die doen het meer vanuit een soort veiligheid. Die denken van ja, als wij dat allemaal zelf moeten ontwerpen en beslissen, wie gaat dan niet de grootste schreeuwers winnen, die dat dan niet. Dus die voelen zich dan daar niet veilig in. Die zijn dan bang dat zij niet gehoord worden. Dus dat voor groen is dat ook minder aantrekkelijk. En dan voor blauw, die willen dat natuurlijk wel. Die willen ook wel mee ontwerpen en mee beslissen. Maar dan uit een drijfje van controle. Zo kunnen ze controle ook houden op wat er gebeurt en wat er wordt ontworpen. Dus voor rood en blauw is heel hoog op die ladder aantrekkelijk. Dat willen ze ook wel. Bij groen en geel vinden meedenken vaak wel genoeg. En dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken. Dat veel mensen gewoon meedenken wel goed genoeg vinden. Het hangt er natuurlijk ook vanaf van het onderwerp waar je over participeert. Als je kijkt op het linkerplaatje, dat is een inloopbijeenkomst. En dat ging ook over een onderwerp, een ontwerp waar alle kaders eigenlijk vast stonden. Dus de ruimte om mee te denken en mee te ontwerpen, die was er helemaal niet. Dus dan kun je beter kiezen voor een vorm waarbij mensen nog wel kunnen reageren, maar waar geen ruimte is voor mee ontwerpen, want dan wek je verkeerde verwachtingen. En dan hebben mensen iets, ja, maar wij hebben toch gezegd dat wij dit helemaal niet willen. Maar als je als gemeente of als corporatie geen andere keuze hebt, dan kun je beter zo'n bijeenkomst wat beperkter houden in ruimte om mee te denken. Nou, dat rechte plaatje was heel anders. Dat ging over de inrichting van een straat. Hier konden mensen ook meedenken van waar komen de parkeerplekken, hoeveel parkeerplekken willen we, hoeveel groen, wat voor groen kunnen we daar neerzetten. Dus hier zie je veel meer ook puzzelen van waar moet nou wat komen, wat vinden we mooi, wat vinden we fijn. En dan is die ruimte dus veel groter. Dus dan kan je die stap naar ontwerpen veel beter maken. Nou, ook een hele belangrijke is natuurlijk van hoe bereik je nu alle belanghebbenden? Want heel vaak komen toch de mensen die je altijd ziet naar bijeenkomsten, of juist vooral de mensen die tegen iets zijn. En dan denk je van ja, is dit nou representatief? Maar er is een hele stille meerderheid die, ja, voor wie het dan niet zo'n prioriteit heeft, dat ze zelf naar die bijeenkomst komen. Of die vinden het allemaal wel prima. Maar toch zou je willen weten wat die er eigenlijk van vinden. Ook om een bredere blik te hebben van op dat onderwerp en hoe mensen erover denken. Nou, dan ga je natuurlijk, dan is het heel belangrijk van wie zijn dat dan, die mensen. Hè? Dan kan kennis van die belevingswereld er weer bij helpen. Maar ook van wat leeft er onder die belanghebbenden. En wat is de geschiedenis rondom dat onderwerp? Hoe staan ze erin? En hoe willen ze betrokken worden? En ook, waar kun je die mensen nu vinden? Want als ze niet naar jou toe komen, dan moet je naar ze toe gaan. Nou, wij hebben hier wat voorbeelden. Wij hebben een project gedaan, een sloopnieuwbouwproject in Den Haag, in een woonwijk met heel veel gele en groene mensen. Nou, we gingen daar met een bus naartoe, zodat mensen één op één met medewerkers in gesprek konden gaan van wat er nu boven hun hoofd hing. Dat hebben we later nog eens herhaald, maar dan met een bijeenkomst in de wijk. Gewoon tussen de flats in, met een springkussen, poffertjeskraam. En mensen met kinderen konden daar allemaal naartoe. Dus toen spraken we ook heel andere mensen weer. En kregen we weer een veel beter beeld van wat er nu leeft in die wijk. Nou, jongeren is ook een hele moeilijke doelgroep om te betrekken. Maar waar zijn die jongeren nou? Nou, die zijn gewoon op school. Dus dit is een voorbeeld van de omgevingsvisie. En we hebben leraren aardrijkskunde gevraagd. Mogen we niet een paar van jullie lessen lenen om daar over die omgevingsvisie in gesprek te gaan. En dat werkt eigenlijk heel goed, omdat je toch wat serieuzere setting is, waardoor de jongeren heel goed meededen. Nou, en op de markt is natuurlijk altijd een goeie, want dan komt iedereen voorbij en kun je iedereen aanspreken. Nou, mensen zijn natuurlijk niet alleen fysiek aanwezig, ook online. Zo'n platform, wat natuurlijk wat laagdrempelig is, want iedereen kan daar naartoe.
Maar niet iedereen gaat direct naar zo'n platform. Om ze daar naartoe te krijgen, kan je ook gebruik maken van Facebookgroepen. Dit is bijvoorbeeld een Facebookgroep van een wijk in Horen. En er staat een berichting van dat er energiebesparende producten, dat je die kan kopen en dat je daar een bedrag voor kan krijgen. En dan een link naar het duurzaam bouwloket. Nou, zo kun je natuurlijk ook mensen naar een platform trekken. En daarnaast kun je zelfs TikTok inzetten. Dit is bijvoorbeeld een filmpje van werkzaamheden in een straat. En het is een heel gat in die wijk. En deze man vertelt van dat mensen zich niet zorgen hoeven te maken. Dat het aan het eind van de dag gewoon weer dicht is. En dat iedereen er dan weer overheen kan lopen. Dus dit is ook een prima middel die je kan inzetten. En wat ook snel te maken is. Nou, en als laatste natuurlijk informatie ook toegankelijk maken. Er was net al een zorg over laaggeletterden. Nou, daarbij kan je natuurlijk helpen. Mensen kunnen gewoon meedenken, maar gebruik dan beelden in plaats van tekst. Dus laat het zien van hoe die openbare ruimte eruit kan komen te zien in die wijk. En laat ze daar stickers bij plakken. Nou, en een verslag hoeft niet altijd 2A4 te zijn. Het kan ook gewoon in een soort strip met tekeningetjes. En dat mensen dan toch kunnen zien van wat is er in die wijk gebeurd. Zo maak je het ook wat toegankelijker. Nou, dit was even in een notendop. Wat toepassingen. Marinka neemt het nu over. Ja, Marijke, ik heb nog een paar vragen van het publiek. Die ik graag met jou zou willen behandelen. Allereerst over de verschillende groepen die je liet zien, de vier verschillende groepen. Connie wil weten, is er onderliggend bij de vier groepen nog info over leeftijd? Kan je daar misschien wat over vertellen? We hebben het idee is natuurlijk dat die leefstijlen, dat je de leefstijl waar jij bij hoort, dat je hele leven wel blijft volgen. Het is natuurlijk wel zo dat mensen die kinderen krijgen wat meer, dat dan de gele waarden wat belangrijker worden, hè? Dus buren. En je ziet ook wel dat als mensen ouder worden, juist waarden, de groene waarden belangrijker worden. Dus er is wel wat onderscheid en er verschuift ook wel iets naarmate mensen ouder worden. Maar in de basis behoud je eigenlijk altijd de leefstijl, je hele leven lang. Dus de waarde die je belangrijk vindt. Maar er zit wat verschuiving in door je leefomstandigheden of gezondheid. Oké, dankjewel. En een gerelateerde vraag van Miranda is, bestaat een goed participatietraject uit middelen en kanalen voor alle leefstijlen? Omdat nu eenmaal in iedere groep alle leefstijlen aanwezig zijn. Dus dat hangt er wel van af. Want je kan natuurlijk een doelgroep hebben waar je kan dat in kaart laten brengen. En dan kun je ook op een kaartje precies zien welke doelgroep waar zit. Dus als je helemaal niet te maken hebt met blauwe of rode mensen, maar alleen met geel en groen, dan zou ik mijn participatieactiviteiten daarop afstemmen. Maar het komt regelmatig voor dat je met verschillende doelgroepen te maken hebt. En je wilt natuurlijk inclusief zijn, dus veel mensen bereiken. Wat we dan ook wel zeggen, dat je combinatie maakt van middelen. En dat kan zelfs binnen één bijeenkomst. Dus dat je binnen één bijeenkomst ook bijvoorbeeld een plek hebt waar mensen in discussie kunnen gaan met elkaar. Dat zal blauw wat meer aanspreken. Of dat je een ontwerphoekje hebt waar rood zijn gang kan gaan. Of dat je meer gezellig rond een koffietafel kan zitten wat geel aanspreekt. Nou, dit is even een vereenvoudigde model. Maar het komt regelmatig voor dat wij verschillende middelen inzetten om ook iedereen te bereiken. Ja. Goed, dankjewel. En nog een laatste vraag hierover van Marjolein. Is deze data voor deze doelgroepen bij alle gemeenten beschikbaar? Of hoe maken ze dat inzichtelijk? Gemeenten kunnen deze data aankopen. Heel veel gemeenten hebben die ook al. Zoals Amsterdam werkt er al heel lang mee. Maar ook veel andere gemeentes gebruiken dit toch wel als een handzaam middel. En corporaties ook om hun traject op af te stemmen. En hun campagnes ook. Hè, want wij doen participatiecommunicatie. Maar er worden ook heel veel campagnes hierop afgestemd. En de gegevens moeten dus aangekocht worden. Ja. Goed, dankjewel.
Oké, dan gaan we het laatste stukje nog doen. En nou, wat we vooral willen benoemen is, verplaats je in die doelgroepen waar hun voorkeuren liggen. En ook, ja, als er weerstand is, ga ook even na, waar zit die weerstand hem nou in? En hoe overbrug je dat? Kan je dan die empathiekloof overbruggen? Dus eentje die veel terugkomt, hè, dat er veel weerstand is en hoe ga je daar nou mee om? Nou, daar kijken we eigenlijk ook naar die belevingswerelden. En dan zie je een soort basisprincipes. En een belangrijk onderdeel is de houding ten aanzien van gezag of instituties. Hoe kijken ze eigenlijk naar jou als gemeente, of als corporatie of ontwikkelaar? En dan zie je dat de rode belevingswerelden, die zeggen eigenlijk van ja, de overheid, dat zijn wij. Gelijkwaardigheid, hè? Dus als je naar mij toe komt, ik kan net zo goed op jouw plek zitten. Wie ben jij om mij te zeggen wat ik moet doen? Hè? Dus die zijn ook vanuit die houding ja, best kritisch en mondig en assertief. Maar daar kun je natuurlijk ook gebruik van maken. Maar hun weerstand zit vaak in van ja, wie ben jij om te zeggen wat ik moet doen? Ik wil hier gewoon, ik vind hier ook wat van. En behandel mij als gelijkwaardige. En je ziet bij de blauwe, die kijken naar overheden en instituties heel kritisch. Vooral vanuit dat idee van het moet efficiënt en effectief. Ze zijn wel heel betrokken en vaak ook heel goed ingelezen. Ze weten vaak ook uiteindelijk meer over een dossier dan de betrokken beleidsmensen. En vanuit die bril kijken ze dus ook heel erg naar de overheid. Hebben ze hun huiswerk wel gedaan? Doen ze het wel effectief en efficiënt? En de weerstand zit ook vaak daarin van ja, maar we hebben geen inzicht in de onderzoeksresultaten. Nou, en kijk daar dus goed naar als je te maken hebt met een blauwe groep. Als er weerstand zit, die willen heel graag ook samen onderzoek doen, joint fact finding doen. Hè, zodat ze weten van waar komt het vandaan en is dat wel goed gedaan, snel gedaan. Bij de gele groep, daar zie je van ja, de overheid is er toch voor om solidariteit te bevorderen. En kom maar bij ons als jullie het al wat meer hebben uitgezocht. Ze zijn ook wat vervreemder van de politiek bijvoorbeeld. Hè, dus interesseren zich daar ook minder voor. Er zijn ook groepen die misschien wat later wakker worden als er iets gaande is. Gewoon omdat ze andere dingen aan hun hoofd hebben. En waar zit dan weerstand in? Veel meer van daar ben ik even niet mee bezig. Of dat is nu niet mijn interesse. En los het eerst even zelf op als overheid of corporatie. Dus hoe kan je ze betrekken? Nou, probeer daar dan ook dat gevoel voor te hebben. Omdat ze ook gewoon andere dingen aan hun hoofd hebben. De groene groep, die kijkt wat meer met wantrouwen naar de overheid. Het komt heel erg voort uit dat ze de overheid echt zien als zij moeten zorg dragen voor sociale zekerheid, voor veiligheid. Zij zijn ervoor, zij zijn gekozen, dus zij mogen het doen. En de laatste tijd is natuurlijk veel meer verantwoordelijkheid richting de burger en de maatschappij geschoven. Daar wordt veel meer aan overgelaten en is ja, maar jullie zijn er toch voor. En daardoor is ook meer wantrouwen ontstaan. En zijn dus ook wat sceptisch als er participatie gaat beginnen. Ja, doe je er dan wel wat mee? Wordt het uiteindelijk wel allemaal gebruikt? En ja, wat kan ik er eigenlijk nog van vinden? Nou, verdiep je ook in waar weerstand vandaan komt. Die kan echt verschillend zijn bij verschillende groepen. Nou, dan het laatste onderwerp wat voor jullie van belang is, is van ja, nou, dit weten we. Ik ga heel gestructureerd die participatie aanpakken. Ik ga kijken naar die doelgroepen. Ik ga me verdiepen. Maar hoe kan ik nou mijn collega's ook krijgen om participatief te gaan werken? En ook de hele interne organisaties. De ambities zijn reuze, maar hè, wie gaat het nou allemaal ook uiteindelijk doen. En dan ben ik wel even benieuwd naar waar jullie tegenaan lopen in jullie organisatie. Verschillende type organisaties. Maar de vraag staat hier. Waar loop je tegenaan in jouw organisatie? Is er te weinig kennis of ervaring over participatie? Of is er te weinig capaciteit? Te weinig geld? Of te weinig geld over voor participatie? Want het kost nou eenmaal wel wat meer. Of is er te weinig tijd in heel veel trajecten? Is er onduidelijkheid over wie wat moet doen, wie het moet trekken, wie verantwoordelijk is? Of is er nog iets heel anders waar jullie tegenaan lopen? En dat die overige, graag ook in de chat als daar nog meer
struikelblokken knelpunten zijn. Ja, we hebben nog een paar laatste mensen die hun antwoord gaan invullen. Of jullie dat nu zouden willen doen. Ja, iedereen moet heel even weer de polknoppen vinden. Even kijken. Ja, dan ga ik hem afsluiten. Nou, ben benieuwd. Kijk eens, nou, eigenlijk alles wel een beetje. Maar te weinig kennis is toch de helft van de mensen geeft aan. Ja, er is te weinig kennis over of ervaring met participatie in mijn organisatie. Dus daar is een wereld te winnen. Te weinig capaciteit, ook een belangrijke. Te weinig geld, wat minder. Te weinig tijd, wel wat meer. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden wordt ook herkend. En er zijn nog een paar overig. Kun je zien of die in de chat zijn gezet? Wat een belangrijke. Even kijken. Overig, te weinig, bijvoorbeeld te weinig ambitie of intrinsieke motivatie of te weinig vertrouwen in de belanghebbende. Of bijvoorbeeld in ambtelijke organisaties wordt participatie lastig gevonden, zorgt voor meer werk, invloed van participanten is lastig. Bijvoorbeeld collega's zien niet altijd het nut en de noodzaak van participatie. Ja. Of ik kom vaak tegen dat collega's zelf gaan reageren op wat inwoners inbrengen. Of participatie wordt lastig en complex gevonden. Ja, en ik herken er veel van. Ja. En voor inwonersverenigingen gelden alle factoren, wordt ook gezegd. Ja, kost ontzettend veel tijd natuurlijk. Nou ja, wat ik zo hoor, hè, het is ook echt een kwestie van doen en ervaring opdoen. Maar ook wel de houding ten opzichte van participatie. Het wordt gezien van, hoe moet dat nou? En het is ingewikkeld. Wij proberen ook wel over te brengen, het moet eigenlijk ook leuk zijn. En als je een beetje weet hoe je het moet aanpakken en hoe zo'n proces goed ingericht kan worden en wat voor middelen je daarvoor kan inzetten, dat het ook echt leuk kan worden. Dus dat verhaal willen wij vooral ook overbrengen. En met een paar handvatten kan dat ook leuk worden. Nou, voorbeeld in Pijnakker Nootdorp zijn we aan de slag gegaan. In eerste instantie met participatiebeleid, wat volgens de omgevingswet in de Nederlandse gemeente ingevoerd moet worden. We hebben dat opgesplitst in drie dingen. Een denkwijze waar veel meer staat. Wat is onze ambitie met participatie als gemeente? En ook welke principes vinden wij belangrijk in onze gemeente? En die gele, dat is het werkwijzer. Dat is echt voor de interne organisatie bedoeld. Van als we dit dan willen, hoe gaan we dat dan aanpakken? En wat is dan de Pijnakker Nootdorp manier om dat te doen? Dus daar hebben we echt een stappenplan gemaakt. Hoe kan je dat nou doen? Dat is vaak ook meer een procesbegeleiding dan echt een antwoord. Je moet altijd een bepaalde vorm inzetten. Hè? Want we zeggen, het is vormvrij. Dus stel vooral de goede vragen om dat gestructureerd aan te pakken. Nou, dit helpt ze echt op weg daarmee. En die derde, die groene, dat is een handreiking voor initiatiefnemers. En initiatiefnemers zoals ontwikkelaars of corporaties moeten steeds meer ook zelf de participatie aanpakken of oppakken. En die komen ook met de vraag van hoe ga ik dat dan doen? En wanneer is het goed genoeg? En als jullie dan gaan toetsen, is het dan wel oké? Nou, daar is dus een handreiking voor opgesteld om ze echt tips te geven hoe ze dat kunnen doen. En die is weer aangepast op de werkwijze ook, dat het ook klopt met de structuur en de afspraken die gemaakt zijn in de gemeente. Dus dit helpt al. En een van de principes ook in Pijnakker Nootdorp is, het moet ook leuk zijn. Voor de gemeente IJsselstein hebben we ook zo'n soort handreiking gemaakt. Daar noemen ze het omgevingsdialoog. Voor die initiatieve participatie ook. Hoe gaat zo'n heel proces en wie doet wat en wat kan je verwachten van de gemeente en wat moet je zelf doen als initiatiefnemer? En als derde voorbeeld, digitale participatie is natuurlijk ook een belangrijke. En hoe doe je dat dan weer? Dit is een handboek bedoeld voor de interne organisatie van de gemeente Diemen met een stappenplan voor hoe je zo'n heel digitaal proces gaat doen met iemand. Dus niet alleen vormen, zet Zoom in of wat dan ook, maar echt dat proces daarvoor. Waarvoor wil je het inzetten? Wat is dan een handige strategie en methode? En welke vorm past er daar vervolgens bij? In die volgorde. Maar ook,
hoe neem je nou die interne organisatie mee? Wij zien toch wel dat training ook heel erg belangrijk is. Vooral ook oefenen. Er moet ook ruimte zijn om te experimenteren of een pilot te doen. En gebruik ook die tijd. Bijvoorbeeld nu richting omgevingswet. Er wordt ook geoefend met een omgevingsvisie of een omgevingsplan, programma. Ga ook de participatie als integraal onderdeel daarvan ook. Ga daarmee aan de slag en gaan oefenen. Hoe pak je dat gestructureerd? En training is natuurlijk een mooie handvat ook over participatie of over belevingsdeel. Hoe kan je dat doen? Wat we ook zien is dat veel gemeenten een participatieteam instellen of participatieadviseurs aannemen om ervoor te zorgen dat er binnen de organisatie eigenlijk ambassadeurs zijn van participatie. Maar ook natuurlijk die kennis meenemen die je kan inzetten bij je project. Want dat is een hele belangrijke, die derde, dat participatie ook echt vast onderdeel wordt van die projectaanpak. Dat het niet een sluitstuk wordt van, oh ja, we moeten ook nog iets met participatie. Nee, het draagt bij aan jouw project. Dus zet het ook daarvoor in en geef het een vaste plek in de werkprocessen. En als op dit moment ook werkprocessen worden bekeken, hoe kan participatie daar dan aan bijdragen? En wij zeggen altijd, participatie is een vak, geen vinkje. Dus ja, zet daar ook op in, investeer erop en zorg ook dat de organisatie er tijd, geld en capaciteit voor vrijmaakt. Nou, dan kom ik bij me. Oh, Marinka, ja, was nog een vraag binnen over, dat is het voorbeeld denk ik, hoe die handboeken zijn samen ook met het bestuur, medewerkers, inwoners en organisatie ontwikkeld. Ja, dat is een hele goede vraag, want dat is heel belangrijk om te doen. Wij kunnen achter ons bureau een heel goed beleid schrijven, maar daar gaat het niet om. Het moet doorleefd worden door zowel bestuur, raad, college als ambtelijke organisatie. En daar gaat eigenlijk de meeste tijd ook in zitten om dat participatiebeleid op te stellen. Zodat het ook doorleefd wordt en gevoeld wordt door de organisatie. Ja. Nog iets? Voordat we naar de laatste vraag van onze kant gaan. Nee. Dan ben ik wel heel benieuwd, dit alles zo horende over van ambitieus beleid naar dagelijkse praktijk. Met welke tip ga jij morgen al aan de slag? Wat heb je gehoord waarvan je zegt, nou dat ga ik anders doen. Dat ga ik oppakken. En dat gaan we niet via de Zoom doen, want dan kunnen we niet open antwoorden. Dus deze mogen in de chat. Ja. Ja. Zolang ik mijn scherm deel, kan ik dat niet zien. Dus dan moeten jullie even helpen. Ja, ik zal zo de chat even voorlezen als de eerste antwoorden binnenkomen. Dus deze vraag is nog net even op de valreep voordat we gaan afsluiten. Met welke tip ga je morgen aan de slag? Of degene die er nog zijn, dat even in de chat willen typen. En voor degene die al er vandoor moeten, dat kan natuurlijk. Ja, maar nog wel leuk om de laatste vragen te beantwoorden. Dus ik al één reactie is vooral de capaciteitsvraag. Of ik ga voorstellen om een presentatie te geven aan ambtenaren. Of iemand anders zegt, ik ga het in het jaarplan opnemen bij onze partij, een actieplan. Of Miranda zegt, ik ga een stakeholder-analyse maken om structureel overzicht te hebben van belanghebbenden en hun belangen. Of Anneke zegt, collega's motiveren om mee te werken aan ruimere participatie. Maaike zegt, deling van kennis en ervaring. Connie zegt, deze sessie delen aan de gemeente. Dus dat kan. Ik zal straks de sessie met jullie delen. Kleuren toepassen op het inrichten van een participatietraject. Deze sessie delen met fractiegenoten. Of als burgerinitiatiefnemer van burgerberaad bij de gemeente dit onder de aandacht brengen. Dus dat is een kleine hartstikke mooi samenvatting van alle reacties. Ja. En de vragen die we in deze sessie niet hebben kunnen beantwoorden, wij verzamelen die nog even en kijken hoe we dat terug kunnen koppelen. En in ieder geval deze presentatie wordt gedeeld, hè? Ja, even om deze webinar af te ronden. Dus hartelijk dank Bureau Buurs voor het delen van jullie ervaringen. En alle mensen die meekeken, hartelijk dank voor jullie tijd en jullie reacties en het beantwoorden
en het vragen van de vragen. Dat is enorm gewaardeerd. Mochten de vragen dus nog niet beantwoord zijn, dan doen we dat per mail later. En we zullen hopelijk aan het eind van de middag of anders morgenochtend de opname met jullie delen. En ook de presentatie van Bureau Buurs en hun contactgegevens, mochten jullie nog persoonlijke vragen aan hen hebben. En voor nu dus hartelijk dank. En hopelijk tot de volgende keer in september zullen we weer een volgende webinar organiseren. En een hele fijne zonnige dag in Nederland en België. Ja, dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel. Dag. Dan ga ik de webinar afsluiten.